Het is echt onwijs drassig hier. Ja, een vennetje. Met heel veel veenmos. Jemig, ja. Een spons. Ja, het werkt ook als een spons. Echt, die vormt hier zijn hele eigen waterhuishouding. En als het regent, want het is puur gevuld met regenwater, een beetje zuur water. En dat veenmos dat zet dan helemaal uit en neemt dat water op. En in droge tijden, in de zomer, dan laat hij het heel langzaam los. Dus die vennetjes die hebben ook, nou ja, als het niet al te droog is, eigenlijk altijd water. Dus dat is wel bijzonder, zeker op zo'n kurkdroge Veluwe. Nou leven hier ook adders. Ja. En daar ga ik naar op zoek. Ja. Dat is toch gaaf? Ja, dat is heel gaaf. Maar hij is niet te koud en te bewolkt. Nou, met een beetje miezer en als straks die zon doorbreekt, dan laten ze zich heel snel zien. Dus de kans, die is er. Ja, wel heel gaaf. Maar ook spannend. Ja, ik heb er ook maar even rekening mee gehouden. Laarzen. Hoge laarzen aangedaan. Ja. Want de adder is giftig. Ja. Ja, je moet er niet op staan. Dus laarzen inderdaad handig, dat je niet gebeten wordt. Een beetje uitkijken. Ja. Ik ga de Veluwe afzakken, richting het IJsseldal. En daar op die overgang, dus wat rijker, en dan ga ik een landgoed bezoeken. Daar bloeien ook bloemen, dat is wat meer lenteachtig dan hier op die, ja, toch nog een beetje winterse Veluwe. En daar hoop ik op de eerste oranje tipjes. Normaal, supermooi vlindertje. Ja, heel mooi, mooi oranje vleugeltjes. En normaal vliegen ze nu al massaal. Maar ja, door dat koude voorjaar zijn ze tot nu toe bijna niet gezien. Dus ik hoop ook voor mij dat de zon doorbreekt en die oranje tipjes vliegen. Het zou mooi zijn. Ja. En ik ga nog naar de Oehoe. Ja. In de steengroef in Winterswijk. Ja. Daar worden ze geringd. Ja, dat is echt kicken. Wie maakt dat nou mee om erbij te zijn? Vlakbij een uil van, nou, hoe groot is die? Van maat arend. Spanwijdte 1,80 als ze volwassen zijn. Ja, huge. Gaaf. Ja, heel gaaf. Ja. Als we nou een adder willen vinden, waar moeten we dan op letten? Nou, adders die houden van oude heide, zoals zo'n plekje als dit. Dan zie je gewoon enorme struiken, hè. Deze is wel een halve meter hoog ruim. Maar ook veel open plekken, dus zoals hier gras. En dan kan de zon goed op de bodem komen, dat warmt snel op. En bij gevaar zijn ze zo weer weg. En bovendien in die oude heide, daar zijn ook veel knaagdierenholen, in het mos, in de zandheuveltjes. En daar kunnen ze zich in verstoppen. Ja, je ziet zo allerlei plekjes waar ze inderdaad lekker perfect in kunnen kruipen. Helemaal perfect. Maar laten ze ook nu zien? Nou, het is nu nog een beetje fris en regenachtig. En zodra de regen ophoudt, dan verwacht ik wel dat ze boven komen. Want het is niet zo dat ze echt alleen maar in de felle zon willen zitten. Want ja, dan zijn ze heel snel opgewarmd. En dan hebben ze geen zon meer nodig. Ja, vandaag ben ik op het Leusveld. En dit is van nature echt een kletsnat gebied. Want we zitten hier op de overgang van de stuwwallen van de Veluwe, de hoge heuvels, naar het laaggelegen IJsseldal aan die kant. En dit is van nature het gebied waar het regenwater wat ooit als een druppeltje viel op de Veluwe, dat komt hier van nature uit de grond als kwelwater. En een paar honderd jaar geleden lagen hier gewoon kletsnatte graslanden, kletsnatte broekbossen, elzenbroekbossen. Ja, en nu is het droog. Want ik sta hier in een soort van slootje met achter me en voor me zo'n rare richel. En dat heet een rabat. En dit is dan ook rabattenbos. En die geultjes, nou, er liggen er echt vele tientallen achter elkaar hier, die zijn ooit gegraven om dat bos te ontwateren. En tegelijkertijd met de grond die eruit kwam, werd hier die richel opgehoogd. Dus dat werd droog genoeg om bomen op te planten. Dus dat was goed voor de bosbouw. Ja, van die oorspronkelijke natte natuur was dat niet zo goed, want die werd steeds droger. Nou, waarschijnlijk nog een 100 jaar geleden stonden die slootjes, zeker nu in het voorjaar, ook nog vol water. Maar ook dat is verdwenen. En dat komt door oorzaken buiten het natuurgebied.
En dat is namelijk het landbouwgebied. De boer wil geen natte graslanden. Die wil gewoon in mei en juni met zijn trekker op het land kunnen. Dus wat hebben ze daar gedaan? Diep ontwaterd. Nou ja, dat heeft ook dit natuurgebied geraakt. Toch is het nog steeds Natura 2000 gebied. Dus dat betekent gewoon Europese topnatuur. Er komen nog steeds hele bijzondere soorten voor. En de huidige eigenaar, Natuurmonumenten, die probeert om dit natuurgebied weer wat natter te maken. Nou, wat dat oplevert voor de natuur, dat gaan we hopelijk vandaag zien. Dan zitten we hier op het Kootwijkse veld, vlakbij Stroe. Er zitten hier flink wat adders. In wat voor periode zitten ze nu eigenlijk? Gaan ze zich al voortplanten of is dat nog helemaal niet aan de orde? Ja, dat kan elk moment gaan gebeuren. Het is natuurlijk een koud voorjaar geweest. Dus ik weet niet precies hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar ik verwacht dat tussen nu en enkele weken dat het allemaal klip en klaar is. En de adder is levendbarend? Dus ja, eierlevendbarend om precies te zijn. En dat betekent dat het vrouwtje, die heeft wel eieren, maar die broedt ze uit in haar eigen lichaam. En de ei is niet een schaal, maar een vliesje wat er omheen zit, om de jongen. En hoeveel jongen worden er geboren? Nou, dat is erg afhankelijk van de leeftijd van het vrouwtje en haar omvang. Want hoe groter ze is, hoe meer eieren ze kan produceren. Het ligt ongeveer tussen de 10 en de 20 maximaal. Dat is wel een bijzonder dier, hè, de adder. Het is een heel bijzonder dier. Ziet er spectaculair uit, hè? Ja. Hij is ook nog giftig. Hij is behoorlijk giftig. Dat moet je toch niet onderschatten. Het is niet zo erg als een ratelslang of een cobra of al die exotische soorten. Maar een beet kan gevaarlijk zijn. Ben jij wel eens gebeten? Ja, in de begintijd dat ik ermee bezig was, ben ik inderdaad gebeten. Terwijl ik een adder ving. Dat is ook de enige manier waarop je normaal gesproken gebeten wordt. Want wat ze zijn niet agressief. Wat Nou, in mijn geval kreeg ik een hele dikke arm. Twee keer zo dik. En daarnaast werd ik erg ziek. Flauwvallen, misselijk, koorts. En dat duurde wel een aantal dagen. Het is nogal wat. Pas na twee weken was ik helemaal beter. Als jij nou zelf hier zo door die velden heen loopt, heeft dat dan nog een soort spanning voor jou? Dat je denkt, oei, oppassen? Nou, ik ben er niet bang voor. En ze zijn ook echt best wel rustig, als je ze ook rustig benadert. Dus nee, in die zin niet. Maar het is toch altijd echt een belevenis om een dier tegen te komen, zo'n adder. Ook al zie ik het 20 op een dag. Oh, een beetje kikkerdril, maar wat leuker is. Dat is deze jongen hier, of meisje, kan ook. Want dit is namelijk een larf van een libel. Ik weet niet welke. Een plat lijf, dus misschien is het wel een platbuik, maar in ieder geval is het een libel. En heel veel libellen die hebben schoon water nodig. Een beetje voedselrijk is niet zo erg, als het maar niet te wordt. Dus het mag niet pal naast een maïsakker liggen, dan vinden ze het niet meer leuk. Maar dat betekent wel dat hier over een paar weken, eind mei, zeker juni, dat hier volop libellen vliegen. Want als er eentje zit, dan zit er al meer van dit soort larven. Het ziet er gaaf uit, zeg. Dat is dus een adder die al verveld is. Dat is de eerste van het jaar die ik zie. Daar hebben we hem. Geweldig. Kijk eens. Kan je nou ook nog iets zien aan dit velletje, hoe dat dier geleefd heeft? Nou, ik kan in ieder geval zeggen in eerste instantie dat het een volwassen dier is. Een aantal jaren oud. En hier kunnen we zien dat hij een wondje heeft gehad. Nou ja. Het is de huid een beetje beschadigd. Waardoor gebeurt dat dan? Nou, dat kan voor alles zijn, maar ik denk gewoon een aanval van een roofdier. Een vogel of zo, dat hij gepikt heeft. Ja. Dat je dit velletje hier vindt? Dat betekent dan wel dat ze erop uittrekken. Ja, natuurlijk. Dan zijn ze er. Ja. Het gehinnik van de dodo's hoor ik. Een dodo's is een heel klein voetje. En verder zwemmen hier op het water kuifeinden, die zwart-witte. Dat zijn de mannetjes met zo'n mooi zwart kuifje. En grauwe ganzen zwemmen er rond. En er zat net ook een wintertaling even aan de rand van de plas. En verder wat meerkoeten. En in de struiken erachter zit een kleine kolonie met nesten van blauwe reiger. Nou, dat is een heel rijk watervogelleven.
En op de Veluwe kom je dat eigenlijk niet tegen. En simpelweg door het gebrek aan water op de Veluwe. Nou, die kuifijnen zijn niet zo bijzonder. Dodaars, die zitten ook op vennetjes op de Veluwe. Maar die grauwe gans, dat vind ik wel een grappige. Want dat is een soort die pas enkele tientallen jaren weer in Nederland broedt. En tegenwoordig begint die zo algemeen te worden dat ze zelfs midden op de Veluwe liggen. Gewoon bij hele kleine poeltjes in het bos. Daar zitten ze dan op het water. En hun nest leggen ze dan in het kurkdroge bos daaromheen. Dus ze nemen blijkbaar het risico dat de eieren opgegeten worden door vossen. En dit water, met al die watervogels, dat ligt hier dankzij turfwinning. Dit heet namelijk turfveen. En vroeger lag hier een veentje, een veenmos, dikke lagen turf. En die turf die hebben ze hier uitgehaald. En die is waarschijnlijk hier in de buurt, bij de boerderijen en de kachel opgestookt. Nou, nu heeft dat een mooie plas opgeleverd, mooie stukjes rietkraag. En vooral ook de mooie wilgenbegroeiing erachter met de blauwe reigersnesten eromheen. Een stukje nattigheid per rand van de Veluwe. En daar gaan we nog meer van zien, van die nattigheid. Ja, hier ligt er een. Hey, rustig. Kom maar. Blijf maar. Nee. Rustig maar. Nou, hier zien we een prachtig exemplaar. Een volwassen mannetje. We hebben hem even gevangen. Dat is even stressvol voor hem. Dit is een avondshouding trouwens hoor. Dus hij kan zo uithalen. Dan zie je dat hij zijn kopje... Hier. Dat is een schijnbeet. Een waarschuwingsbeet, zeg maar. Dan haalt hij een S-vormig lichaam. Dan gaat hij het weer doen. Vanaf daar kan hij uithalen. Maar eigenlijk wil hij gewoon naar de struik. Hij wil veiligheid, hij wil weg. En hij is van zichzelf helemaal niet zo vreselijk agressief. Dus je probeert gewoon... hem een beetje af te leiden eigenlijk nu? Ja, en een beetje in bedwang te houden. Ik doe dit normaal niet zo vaak. Het is nu echt speciaal voor jullie. Kijk eens. Maar hij vindt het niet heel erg leuk. Maar hij is ook niet woest. Hij zoekt alleen maar een uitweg. Deze heeft donkere kleuren? Ja. Dus die moet nog gaan vervellen? Ja, ja die streep die blijft zwart. Dat hebben mannetjes nou eenmaal. Maar die flanken die worden wat helderder grijs na de vervelling. En op het moment dat ze gaan vervellen, dan worden ze ook wat pissiger. Nou, dit mannetje is het goed zat. We gaan hem zo lekker terug laten gaan waar hij vandaan kwam. Gaan we in je struik. Hè? Hij zoekt, mijn hand gebruikt hij nou als schuilplaats. Kijk, daar gaat hij. In de struik. Dan kiest hij weer een mooi plekje uit. Ja. En dan is er weer niks aan de hand. Nou, dit exemplaar is dus wonderbaarlijk genoeg in een boom geklommen. Ik heb het eigenlijk nog nooit meegemaakt dat ze dat uit zichzelf doen. En ik vind het dus wel een heel bijzondere waarneming dit. Even op veilige hoogte of zo? Ja, ik weet het ook niet. Misschien vindt ze het ook wel prettig dat ze een beetje uitzicht heeft. Ik zou het zeker niet weten. Maar dit is een vrouwtje. Dat kun je goed zien aan de prachtige bruine kleur. Een beetje roodbruin. Hoewel die tinten nog een beetje verschillen hoor, per exemplaar. En ze is een beetje, ja, erg alert. Kijk, dan gaat ze nog verder klimmen. En hoe alert zijn ze nou? Is dat nou ook op geluid, op trilling? Of? Nee, geluid, dat horen ze echt niet. Ze hebben geen oren. Maar de trillingen in de grond, dat merken ze heel goed.
Ze kunnen een beetje zien, maar niet echt heel fantastisch. Met bewegingen, dat zien ze wel goed. En de geur, daar kunnen ze ook, is ook wel raad mee. Kan je ook nog zien of ze iets gegeten heeft aan het lijfje? Nou, zo vroeg in het voorjaar eten ze eigenlijk helemaal niet. Oké. Nee. En het is zelfs zo dat als een vrouwtje zwanger wordt, dan eet ze ook helemaal niet. En dat is ook de reden dat ze maar één keer in de twee jaar zwanger wordt. En de andere jaar dat ze niet zwanger is, dan zal ze gebruiken om te gaan eten. Dat is een moeilijk leven hoor. Pittig, ja. Ja, dit is echt een fantastisch schaafstuk Elsbroekbos. Wow. En waarschijnlijk een stuk bos zoals je ze vroeger heel veel had hier op de overgang van de Veluwe naar het IJsseldal. Nou, wat heel typisch is, is dat die bomen, en allemaal elzen, die staan hier met de voet in het water. En die voeten van de bomen is bijna alsof ze op stelten staan. Dus sommigen kunnen er ook een beetje onderdoor kijken. En 's winters en in het voorjaar staan ze dan helemaal in het water. En in de loop van de zomer, dan kan het hier opdrogen. En het is niet alleen elzen wat hier groeit, maar hier in de ondergroei zijn ook allerlei bijzondere moerasplanten. Een paar algemene. Heel veel watermunt. Dat ruik ik al terwijl ik hier loop. Ook moerasvergeetmenietje. Die bloeien over een paar weken. Grote boterbloem. Een boterbloem. Maar dan heel zeldzaam geworden. Want die heeft echt dit soort bijzondere plekken nodig. En allemaal van die mooie zeggenpollen. Die graspollen. En dat is paardenhaarzeggen. Hele bijzondere, zeldzame plant. En die groeien hier. Doordat hier het kletsnat is. Nou, we kunnen dit weer veel meer krijgen. Maar dan moet dus wel de waterstand omhoog. En of dat gaat lukken is de vraag. Maar in ieder geval, dit stukje hebben we nog. En het stikt van de vogels. Tjef-tjaf, pimpelmuis, koolmuis, zwartkophork. Heel veel. Ik ben vandaag op een wel heel bijzondere plek. De steengroeven in Winterswijk. En in de wanden van deze groeven kun je maar liefst de geschiedenis van 230 miljoen jaar geleden zien. Nou kom ik daar niet voor, want dit is ook een van de weinige plekken waar de oehoe nestelt. Nou zijn er een maand geleden twee jonge oehoes hier geboren. En vandaag worden ze geringd. En dat is nog een hachelijke onderneming. Kijk, een mooie plukplaatsje. Inderdaad, er ligt echt van alles, hè? Zie, hier komt het mannetje het voedsel brengen. En dan vliegt hij daarna naar het nest. Nadat hij er wat afgeplukt heeft, hier heel mooi van een wilde eend. Blauwe veertjes, wilde eend. Nou, houtduif zie je wel, hè? Complete vleugel. Nog, hier zou nog wat van af te halen zijn. Maar blijkbaar had hij al genoeg. Dus je ziet dat hoe sterk die oor is. Die scheurt de hele vleugel. Scheurt hij er gewoon af. En dan gaat hij met wat echt voor de jongen van nut is. Daarmee vliegt hij dan naar het nest. Best uitgebreid wat hij eet. Ja, hij is, een oe is 3 kilo. En hij kan eigenlijk alles eten wat dus minder dan 3 kilo weegt. En er is genoeg te eten, zo te zien. Hier is genoeg te eten, zo te zien. Ja. Het is echt bijzonder dat de oe hier voorkomt, ook in deze steengroeven. Ja, van oorsprong is die oe een bergbewoner. Hè. Die kwam bijvoorbeeld in de Alpen, aan de rand van de Alpen, daar zaten heel veel oes. Vervolgens gingen mensen steengroeves maken, om daar voor de huizenbouw en noem maar op, cementindustrie. Ja, en als je hier om je heen kijkt, ja, dan lijkt dat wel wat op bergachtige landschap. Dus best logisch dat die oes dit... Die weten niet dat dit een steengroef is, maar voor hun is dit iets wat op het natuurlijke biotoop lijkt.
Wat vind je nou zo mooi aan die dieren? Nou, heb je die ogen wel eens gezien van zo'n oel? Dus de ogen zijn net zo groot als mensenogen. Heel mooi oranje-geelachtig. Als je één keer van dichtbij zo in die ogen kijkt, dan ben je al verkocht eigenlijk. Hè? Als jij de oel nou geringd hebt, hè? Dus je hebt dat ringetje aangebracht om die poot. Wat voor gevoel geeft jou dat? Is het dan klaar of denk je, nu gaan we beginnen? Ze moeten nog een heel eind, hè, die oers. Maar ze hebben nu wel 4 weken achter de rug. En dat zijn wel gevaarlijke weken. Als er te weinig voedsel is, gaan jonge dieren, dus ook jonge oers, die gaan meestal in de eerste weken kan het al misgaan. Dat ze dan doodgaan. Dus dat gevoel heb ik nou in ieder geval van, nou, de belangrijke periode hebben ze nu overleefd. En ze zien er goed uit. Ze zijn lekker bewegelijk, nieuwsgierig. 'S Avonds dan gaan ze al op stap. Dus dat gevoel is er wel van, nou, dat komt vast helemaal goed. Ja, de bomen die zijn hier helemaal begroeid met mos. Maar wat ik veel leuker vind, dat zijn deze kleine eikvarentjes. En eikvaren, dat is een soort die groeit meestal op beetje vochtige plekken. En hier, in het kletsnatte moerasbos, daar is deze boom blijkbaar oud en rot genoeg, zodat die eikvaren er met zijn worteltjes in kan. Nou, zo heel veel zie je hem niet. Dat is een mooie vondst. De jongen die zijn nu een paar weken oud, hè? Ja, ja. Maar de ouders die zitten dan niet continu meer op het nest. Nee. Dus die zouden hier kunnen zijn. Het mannetje zit ergens hier in de buurt. Het vrouwtje waarschijnlijk ook. Dus ja, elk moment kunnen we iets ontdekken. Dan moeten we heel zachtjes natuurlijk zijn. Want daar bij die klimopbomen, daar moeten ze eigenlijk verstopt zitten. Het probleem is, ze zitten dan tussen die klimop. Dus als wij ze zien, maar hebben zij ons al lang gezien. Dus of ze blijven zitten is nog eventjes de vraag. Maar de jongen hebben inderdaad nu de bescherming niet meer nodig. Dus die zitten alleen in het nest. Maar ze vliegen nog wel eten aan. De ouders komen s'avonds en s'nachts weer voedsel brengen. Maar dat is het dan ook. Verder moeten de jongen het overdag zelf doen. Waar? Tussen de... Je ziet hem bijna niet zo. Ja. Hij vliegt zo. Kan elk moment wegvliegen. Geweldig. Wat is die groot. Ja. Maar kijk, daar gaat hij al, hè? Ja. Mooi, hè? Ja, prachtig. Oh, dit zijn ze dan. Dat zijn ze dan. De twee jonge oers. De twee jonge oers van beleefde lente. En hoe lang zitten ze nou op het nest? Als het goed is de oudste 32 dagen, dacht ik, Tjibbe. Ja. 4 weken en 2 dagen. Ja, en ze zien er goed uit, toch? Ze zien er, wat ik zo gevoeld heb, zien ze er goed uit. Maar ja, dat gaat de weegschaal ons straks vertellen. Ah, dat zijn de ringen met de unieke code? Dat zijn de ringen van het vogeltrekstation Arnhem. Zien hoe groot die klauwen al zijn. Als die wil, heb ik helemaal niks meer te vertellen. Maar je ziet, hij houdt zich lekker rustig. Oh, is wel redelijk ontspannen. Ja, maar hoe dan ook, het zijn wilde dieren.
En die vinden het niet leuk dat je ze in handen hebt. Dus een beetje stress is dit. Maar ja, zo krijgen ze nog honderden stressmomenten in hun leven. Dus in die zin is het ook weer niet zo erg. Maar leuk vinden ze het niet. ...1476. Prachtig bezig. Bij de vleugel meten we dit stuk vanaf de knik tot deze veer. Ja. En daar kunnen we dan, normaal als we de leeftijd niet weten, kun je daar de leeftijd aan bepalen. Vleugelmaat 179. Dus dit zou wel eens een mannetje kunnen zijn. Kijk, nu gaat hij zich groot maken. Zie je dat? Heel mooi. Ja. En vind je het toch niet zo aardig? Nee. En op die manier, dat doen ze dus ook als een vos komt of zo. Dan maken ze zich groot en dan dat knappen. En dat maakt dat vaak roofdieren al op de vlucht gaan, want die vertrouwen het niet. Alleen al die blik, hè? Ja. Dan zou je wegrennen. Mooi, ja, hè? Ja. Ja. Nou, dat was het. Dit wordt de plek. Zit hier vlakbij een pijp. Daarachter zie je pijpen. Voor me liggen pijpen. En rechts voor me zag ik al pijpen. Dus er zitten dassen. Maar het is echt een gigantische burcht. Het is de vraag of we ze ook echt gaan zien. Zo dadelijk in de schemer. Want ze kunnen gewoon aan alle kanten op over de grond komen. Misschien ook ver weg. Volgens mij is het echt een gigadassenburcht. Ik ga lekker zitten. En wachten tot de zon ondergaat. En hopelijk de dassen tevoorschijn komen. Zelfs te kunnen zijn dat er op twee plekken jongen zit. Want een meter of 50, 60 verderop heb ik ook een das gezien met twee kleintjes die de grond uitkwamen. En er zijn al drie dassen uit de grond gekomen, een beetje poetsen. En vervolgens richting de graslanden gelopen die achter liggen. Daar gaan ze voedsel zoeken. Ja, moeders poetst zich nog even rustig door. De zon is onder. Einde van een prachtige dag buitengewoon. Ik blijf nog even de dassen kijken. Dit beestje hier, het bleke geval, dat is een kakelverse vuurjuffer. En een vuurjuffer, dat is een libel. Dan van de kleintjes, van de juffertjes. En dit beestje, dat is gewoon net vanochtend met het opwarmende zonnetje uit het water gekropen. Het is een van de eerste libellen die vliegt in Nederland. Zo niet de allereerste. Nou, dit is gewoon de allereerste dag dat ik ze zie. Meteen tientallen.
echt lente.